Wat ik verwacht zie is eigenlijk een grutlijn een stukje duidelijk hier, maar alle details nog net. Het wordt wel een reorganisatie en het zal baan kosten, dat weten we eigenlijk alle jaren wel. Nou, dat is voor mij wel duidelijk maken dat het tal mensen dat er voor mij wie, dat is hoe een ier een steek liet. Dat is voor mij wel duidelijk maken. Uw strategie is concentratie op de kranten, op de hoofdtitels, zowel in print als digitaal. En op de huis-aan-huisbladen. Het is gewoon heel realistisch in wezen. De hoes maar de titel Louter Krant in Grijns en Drenthe in het aan te komen. En de titel Dagblad van het Noorden slacht in Friesland net aan. Dus het is sowieso net wel. Er bleven twee zelfstandige kranten. En maar je allebei een eigen haatredacteur? Dat valt nog te besjen. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat Louter Krant, Dagblad van het Noorden, bij regionale kranten. Dat is al heel sterk. En als het mij laat, wisten dat nog sterker. Dus nog meer aandacht en kwaliteit voor het regionale nieuws. Dat is toch waar wij het van hebben. Dat is ik waar de meesten u is verlezen. Hoe wie de sfeer? Wie er onrest of opluchting of een soort vragen? Nou ja, er een vorm van gelatenheid, denk ik. Ja, zwart met dat natuurlijk altijd wel. Het is een rare tijd en ja, je kan alleen maar je best doen. En ja, als de oors beslist werd, dan ga je zelf niet zo heel veel interesseren eigenlijk.